We brengen dus mensen die actief zijn in de nationale politiek naar de Dorpsstraat bij u thuis. Anders kunnen ze er zondag naar kijken op de zevende dag. En hebben de verwoesting voor met uw slets naar die tv te smijten. Hier zitten ze bij u en gaan we gezellige pint drinken. Het is niet de bedoeling dat we iets of anders smijten. Dat zegt u? Niet met glazen gooien. Nee, niet met glazen gooien. Het is de bedoeling om gezellige pint te drinken en over onderwerpen te babbelen die natuurlijk ons allemaal aanbelangen. We zitten in de Kartuizer en ik wil dat toch wel even vermelden. Dat is echt specifiek, vrij belangrijk. Het is in Lierde een historische plek, dames en heren. Een historische plek. Ik vertel dat, want er zijn ook mensen niet van Lierde aanwezig. Hier aan mijn rechterzijde. Gentenaars, Temsenaars en zelfs Oostendenaars mogen we welkom heten. Stel u zelf ook eens voor. U bent parlementslid, N-VA, Zottegem, maar ik laat uw activiteit, uw specificiteit, waar je u mee bezighoudt. Ik ben fractieleider in het Vlaams parlement. Dat is de grootste fractie die het Vlaams parlement ooit gekend heeft. Dus er zijn 43 volksvertegenwoordigers. Dat betekent 1/3 van het Vlaams parlement is eigenlijk N-VA. En ik moet zorgen dat in goede banen... 150, dacht ik. 124. 150 is de federale kamer. Ja. Het Vlaams parlement is 124, waarvan 6 ook uit Brussel, dus eigenlijk 118 uit Vlaanderen verkozen. En wij zijn met 43 en die moet ik in goede banen leiden. En ik kan u zeggen dat dat een hele opdracht is, eigenlijk om twee zaken. Eerst en vooral als fractieleider moet je van alles iets weten. Dus je moet van alles, de loop van de dossiers, de onderhandelingen met andere partijen, en je moet eigenlijk voortdurend daar zitten op studeren, van onderwijs naar welzijn, naar buitenlands beleid, naar mobiliteit, naar begroting, en je moet eigenlijk van al die dingen zorgen dat je daarin mee zet. Dat ten eerste, en ten tweede, en ik geef grif toe dat dat een enorme uitdaging is, maar wij zijn met 43. En parlementairen hebben nu eenmaal de onhebbelijke gewoonte om zeer graag in de media te komen. En om daar dus dossiers in te gooien. Die willen zich natuurlijk tonen aan de burger voor de volgende verkiezingen. En tonen dat ze effectief met een reden verkozen zijn en dat ze hun werk ook doen. Maar dat betekent, er zijn verschillende, een 12-tal commissies in het Vlaams parlement. Per commissie, zitten daar 15 mensen. En wij zitten met 6 per commissie. Maar dan moet het werk natuurlijk verdeeld worden, want je kan geen, op de zevende dag gaan ze geen 2 mensen van N-VA uitnodigen over hetzelfde thema. Dus wij moeten al die thema's verdelen over iedereen in die commissie. En dat is heel wat werk om dat van elkaar te scheiden, want dat overlapt wel een keer. Ik heb bijvoorbeeld bij ons iemand, voor Van Groen is er 1 iemand die onderwijs opvolgt. Maar bij ons is dat iemand voor het kleuteronderwijs, iemand voor het lager onderwijs, iemand voor het secundair onderwijs, iemand voor het hoger onderwijs. En dan nog een keer de studiebegeleiding en dergelijke. Dus wij moeten dat allemaal gaan opdelen. Dat vraagt heel wat management eigenlijk. Heel wat specialiteit. Ja, inderdaad. Maar goed, we gaan het hebben over van de wedstrijd naar Dorpsstraat. We gaan het hebben over zaken die ons aanbelangen. Je toch nog in contact komen met het federaal. En ik wil heel specifiek verwijzen naar een problematiek die in Gent aan de orde is gekomen. Namelijk, er waren mensen op reis. En terwijl ze op reis waren, wordt hun huis gekraakt door een Slovaak. En hij verhuurt dat aan Roemeen. En burgemeester Termont zegt, ik krijg die mensen daar niet uit. Vind je dat normaal? Nee, absoluut niet. En voor het duidelijk te zijn, hij heeft niet alleen gezegd van ik krijg die mensen daar niet uit. Hij heeft ook gezegd, ik kan dat eigenlijk wel begrijpen. Hij heeft daar een zeker begrip voor opgebracht. En dat ging helemaal met petje te boven. Nu, om in de problematiek te schetsen... Ja, er is wel een strakking zo aan de linkerzijde, als ik dat even mag verduidelijken. Ja, die vindt dat huiseigenaren die hun huis verlaten, zij het om op reis te gaan, dat ze het maar moeten delen met daklozen. Maar daar is ook iets van aan. Op zich denk ik dat we inderdaad leegstand moeten bestrijden. Het kan niet zijn dat er huizen leegstaan en dat er daarnaast mensen op straat slapen. Dat kan je niet doen. Maar dat betekent nog niet dat je zomaar moet toelaten dat iemand zich een huis toe-eigent. Want stel je voor, dan zou dat ook gebeuren met je auto. Als jij je auto niet gebruikt, ja, die auto staat leeg. Er is ook zoiets als een recht op mobiliteit. Dus waarom zou ik die auto niet mogen stelen dan? Om mij te verplaatsen. Maar dat kan je niet doen. Hè. En eigenlijk, als je dat helemaal doortrekt, en menselijkerwijs kan je daar begrip voor opbrengen. Maar waarom zou het dan niet toegestaan zijn om te stelen om te eten? Maar het was eigenlijk in die zin, ja, absoluut. Het was eigenlijk in die zin dat kraken werd gedoogd, dat een inbreker kon binnenkomen en in de zetel kon zetten en zeggen, het is gekraakt. Ja. En eigenlijk moest hij dan nog gaan bewijzen dat uw tv van u was. Als hij geen factuur had, kan hij zeggen, ik heb dat hier gezegd, dat is mijn tv. Nee, inderdaad. Dus het is trouwens een probleem dat we al vroeger erkend hebben. En mijn partij heeft dat ook in het federale regeerakkoord gezet, om daar een oplossing voor te bieden. Wat was de situatie tot nu toe, of is eigenlijk de dag van vandaag nog zo? Dat is dat als je een misdrijf pleegt, dus inbraak doet, dan is dat alleen maar het feit van die deur openbreken, dat is inbraak. Maar een keer je in dat huis bent en je claimt daar een woonrecht, je claimt dat je daar woont,
dan kan de politie u niet buiten zetten zonder dat zij weet hebben van een ander strafbaar feit. Maar als jij gewoon binnen bent en je slaapt daar bijvoorbeeld, ja, dan is dat geen strafbaar feit. Het enige strafbaar feit is het openbreken van die deur geweest. En dat klopte dus inderdaad, dat je niet zomaar iemand kan buitenzetten. Je hebt een huiszoekingsbevel nodig. Alleen maar als je die eruit haalt, dan is dat huisvredebreuk. Ja, er is wel een verschil met leegstand. Dus een leegstaand pand, een pand dat al een paar jaar leegstaat, waar geen elektriciteit, water, telefoon is, maar een pand dat bewoond wordt, waar een domicilie van iemand is gevestigd, hè, daar breekt hij niet alleen de deur open, je pakt ook een hele truc, want die ijskast draait, je laat het water lopen, je pakt een bad, zit naar een tv te kijken, je pakt ook een hele truc van die mensen. We zijn natuurlijk een advocaat, want het wordt juridisch inderdaad moeilijker, maar dat is dat die mensen die daarin zaten, betaalden ook huurgeld. Ja, maar al die zo vaak, hè. Zij het, ja, inderdaad, en een bedrag dat ze ook zelf hadden vastgelegd, hè, dat was €150 of zoiets per maand, ja, dan nog snap je dat dat natuurlijk niet kan. Maar wat hebben we nu gedaan, en dat stond eigenlijk al in het regeerakkoord, dat hadden wij erin gezet, en dat is dat het kraken op zich ergens gaan wonen, waar dat jij geen woonrecht hebt, dat dat op zich strafbaar is. Ja, maar, en die een deel is nu rond moet worden. Maar moet er niet zo een wet komen, een initiatief, dat als je van reis thuis komt, je bent 2 maanden op reis geweest, hè, en je komt thuis, en het zijn een andere, moet je eigenlijk toch naar de politie kunnen bellen en zeggen, kijk, ze moeten er onmiddellijk uit. Want als ik te veel zou gedronken hebben vanavond, en de politie doet mij blaast, ben ik onmiddellijk mijn rijbewijs kwijt. Ja. En als er iemand mijn huis pakt, moet ik naar de vrederechter en dat duurt weken, maanden. Dat is exact wat men nu gaat doen. Hè. Dat is dus het strafbaar stellen van het kraken op zich. Dus ergens gaan wonen waar je eigenlijk geen woonrecht hebt, waar je niet huurt of wat dan ook. En betekent dat dat de politie gaat kunnen tussen? Dan gaat men die kunnen eruit zetten inderdaad. Onmiddellijk? Ja. Ah, dat zou de procedure zijn die er komt, ja. Wat onlangs ook in het nieuws heeft gestaan, en dat houdt ook in verband met ons onderwerp van vanavond, hè, van de Wetstraat naar de Dorpstraat, de gemeenten en de intercommunales. Ah ja, oké. Okay. Ik had schrik dat je over het basisinkomen ging beginnen. Een basisinkomen? Dat is een thema dat de laatste tijd op tafel ligt. Basisinkomen, dat kunnen we misschien houden voor na het vragende uurtje of zo. Geen probleem, ze zeiden dat er mensen specifieke vragen over hebben. Maar ik denk dat die mensen die het allemaal moeten betalen, die zien dus inderdaad daar een bepaald gedeelte van de bevolking die er is uitkeringen krijgen. En aan de andere kant zegt John Crombé dan, hè, ja, maar wie daar in de politiek gaat, mag nog maximum €6.500 verdienen. Wie verdient er? Zo zijn 6.600, dat, ja. Ik vond dat terwijl, en dus dat is al geplafonneerd, want er zijn er dan 30.000 al hier en 30.000 al hier. Er was daar één bij. Hij moest 30.000 krijgen. Je had niet gezien dat hij ze niet had. En de andere, ja, moest ze niet in en ze had niet gezien dat ze ze gekregen heeft. €30.000, ja, dat is best veel geld. Dus, en ik heb toch even opgezocht, al die intercommunales kosten aan de belastingbetaler 20 miljard. Ja, maar dat is een verkeerde voorstelling van zaken. En er gaan zeer veel zaken mis bij die intercommunales, daar ben ik volledig mee akkoord. Maar als jij nu zegt van dat is 20 miljard die we zouden kunnen uitsparen, dat is ook niet waar. Hè. Die 20 miljard die gaat wel degelijk naar je watervoorziening, naar je afvalophaling, naar je energievoorziening en dergelijke meer. Dus de idee dat schaf die intercommunales af en je hebt 20 miljard, ja, maar dan heb je ook wel zeer veel voorzieningen die je kwijt zijn en dan kun je zelf je afval gaan verwerken. Hè. Dus dat is ook niet helemaal waar. Maar mijn zit er toch aan 80%, 75%. DNT's, ja, inderdaad. Maar wat inderdaad, laat me eerst afgaan op wat dat er politiek inderdaad mis zit. Er zit heel wat mandaten, structuren te veel bij die intercommunales. En meestal zijn dat zelfs niet die intercommunales zelf. In 2001 is er een decreet gestemd op de intercommunales. En dat zit eigenlijk goed. Dat betekent voor de mandaten die daarin zitten, 3 zaken, 3 regels. Eerst en vooral het loon of de zitpenning. Hè, mag niet meer zijn dan de zitpenning die een gemeenteraadslid krijgt in de deelnemende gemeenten. In theorie is dat €205 maximum. Je kan geen, voor 2 vergaderingen op 1 dag krijg je maar 1 zitpenning en je moet aanwezig zijn. Dus je krijgt niet zomaar een zitpenning. Dus voor die intercommunales denk ik dat dat ongeveer goed zit. Zeker omdat we nu nog maar net een paar weken geleden nog een paar stappen bijgezet hebben, dat je bijvoorbeeld ook niet meer dan 3 mandaten mag combineren en dergelijke meer. Dus ik denk dat daar wel, dat redelijk goed zit. In Wallonië is bijvoorbeeld dat ook nog niet geregeld. Dus daar zit je nog met publité, waar ze nog 30, 40, 50 duizend publité. Dus het heet nu VOEG, denk ik, is de nieuwe naam of zo, maar smak maakt niet uit. Was er dan in het politiekere die €900.000 had aan mandaten? Ja, maar die, ja, ik denk dat dat een directeur wel was, hè, dat die uitvoerend was. Dus ja, die had een klein miljoen, dat was PS, hè, daar is dat te verantwoorden.
Maar wat ging ik nu zeggen? Dus daar, ik denk dat daar bij die intercommunales, we moeten daar een keer wat lijnen in trekken en dat moet gereorganiseerd worden. We hebben de vorige legislatuur daar 1400 mandaten weggedaan. We hebben nu de beslissing genomen om er nog 1500 te schrappen, maar er moeten nog stappen genomen worden. Maar op zich zit daar niet het grootste probleem. Waar zit wel het grootste probleem? Dat is dat al die intercommunales zijn begonnen met daar onder, op privaatrechtelijke basis, nog andere bedrijven op te richten. Die hebben NV's, coöperatieven, verenigingen onder firma, wat bestaat er allemaal, die zijn dat ook beginnen oprichten. En die vallen niet onder die regels van die intercommunales. En daar komen dus wel hogere zitpenningen krijgen en dergelijke meer. En daar zijn we nu mee bezig, en dat plan is nu zo goed als klaar, om dat te beginnen opkuisen, om daar heel wat in te schrappen. Wat moet daar gebeuren? Volgens mij moet dat dus opgekuist worden, die structuur moet verduidelijkt worden. Dat is het plan. Om een voorbeeld te geven, Freya van den Bossen, hè, dat is de dochter van de vader in Gent, die dan een VZ-tje opstaat voor gemeenschappelijke mazoet aankopen, zo van dat soort toestand. En gemeenschappelijke zonnepanelen leggen. Dat is dan meer de VZW. Ik denk niet dat dat... Dat was zo'n coöperatief. Ja, maar dan zou dat betekenen dat zij zichzelf... Ik daar heb het nog niet van gehoord. En dat zij zichzelf zitpenningen uitkeert. Daar had dat niet onderzocht. Dat zou mij verwonderen. Daar wil ik nu niet anders direct te vinden om af te geven op de socialisten. Maar als ik niet zeker ben, dan liever niet. Dus ik weet niet of dat daar iets mis mee is. Maar er zijn eigenlijk drie dingen die we moeten doen. Dat zijn die structuren allemaal uitklaren. Ten tweede moet je zorgen dat als er nog blijk nood zou zijn aan zo'n structuur, want dat kan natuurlijk, hè, dat daar nog nood aan is, dan moeten we zorgen dat daar een loon naar werk is. En voor mij betekent dat je de regels van het IGS, de Credit Intercommunales, ook daarop van toepassing zijn. Dus het marge met 205 euro. Je moet er zijn en voor twee vergaderingen op een dag alleen maar dat. En ten derde, en dat is wat er vooral in Gent mis was, is de vraag van waar waren die intercommunales of die bedrijfjes mee bezig? Want daar waar dat Versnik en Balthazar in zaten, dat was blijkbaar een beleggingsclub. Die deden dan beleggingen, maar waarom zou een overheid moeten gaan beleggingen doen? Dat is helemaal niet nodig. Om de overschotten, dus dan moet je als er geld niet op. Nee, dan doe je een aanbesteding en dan zullen er banken zijn die daarop inschrijven en zij zullen dan wel zorgen dat die beleggingen op een dergelijke manier gebeuren. Maar jij moet daar geen club kunnen oprichten, omdat je dan onder iedereen zitpenningen moet gaan betalen. Veel te veel, hè? Veel meer dan die 205 euro. Ons uitgangspunt was hier in feite de intercommunales en die hoge energierekeningen, water, elektriek en veel vijf naar zes. Het is toch een feit eigenlijk dat alleenstaanden, en er zijn meer en meer alleenstaanden in onze maatschappij, gezinnen die uit elkaar gaan, mensen blijven langer leven, weduwen en weduwnaars, dus meer alleenstaanden, die betalen zoveel als een gezin, kunnen ze daar niks aan te doen. Politiek is dat toch een interessant kiespubliek, de alleenstaanden. Straks is dat 60% van onze bevolking. Ja, dat groeit voortdurend, mijn vrouw heeft er ook al mee gedreigd, maar daar zijn wel zeer veel nuances op aan te brengen. En het fiscaal systeem, we hebben een zeer ingewikkeld fiscaal systeem, dus ik wil daarover uitweiden, maar dat is redelijk ingewikkeld. Want het klopt niet, ook niet helemaal dat alleenstaanden per definitie de hoogste belastingsdruk hebben. Nee, maar wel, we hadden het over de elektriciteitsfactuur en de waterfactuur. Ja, bijvoorbeeld, gewoon voor uw meter, gewoon voor uw taal. Ja, maar bijvoorbeeld voor de waterfactuur is dat ook niet helemaal juist. Want per inwoner, en dus ook per verbruiker, is het voordeel, ik zeg wel het voordeel, dat een alleenstaande krijgt, ik denk 60 liter per maand of per jaar of zoiets. En voor een ding, kubiek. Ik heb de cijfers bij. Kubiek, hè? Liter zal niet veel zijn, hè? Dat is drie amateurs. Nee, dat is juist. Maar ik heb de cijfers bij, ik ga het u direct geven. Ik heb het vandaag voorbereid. Alleenstaanden krijgen verhoudingsgewijs een groter waterverbruik aan het lagere basistarief. Zo is het. Een gezin met twee kinderen krijgt 150 kubieken. Dat is 37 kubiek en half per inwoner. Een alleenstaande krijgt 60 aan het laagste tarief. Dus als we nu opnieuw aan al die dingetjes gaan beginnen sleutelen en daar wat meer en daar wat af en daar wat beter. Nee, we moeten inderdaad gaan naar een hele hertekening van dat systeem. En ik denk dan aan het registratierecht, dus onroerende voorheffingen en dergelijke meer moet bekeken worden. De personenbelasting hebben we nu al een deel gedaan. Maar moeten verder stappen ingezet worden. Met de taxshift hebben we daar al een deel in gedaan. Moeten verder stappen ingezet worden. En wij hebben trouwens een schitterend plan op tafel liggen voor de ondernemingen, voor vennootschapsbelasting. Maar jullie weten natuurlijk waarom dat er nee, moeilijk doorgaat. Nee, ik zou dat echt niet weten eigenlijk. Ja, omdat we niet alleen in de regering zitten. En wie is er daar vast? Ja, het is overduidelijk dat CD&V dat tegenhoudt. Daar vertel ik u niks nieuws mee. En het jammer is, en dat vind ik de enige reden waarom dat ze dat doen, is puur politiek. Het is puur een politieke reden. Moest er nu nog een reden zijn waarom dat je kan zeggen van kijk, die hervorming van die vennootschapsbelasting,
wij denken dat die niet goed zit, daar klopt iets niet in, of die is niet rechtvaardig, of wat dan ook. Maar ze hebben zelf al gezegd dat die perfect rechtvaardig is, dat die broodnodig is voor onze ondernemingen, dat die belangrijk is om jobs te creëren. En toch hebben ze puur om politieke redenen, en dat is omwille van die... Arco. Nee. Allee, de vermogenswinst. Vermogenswinstbelasting die zij er willen aankoppelen. Is dat niet een schaamlapje zo? Ja, inderdaad. Zij hebben er een voorstel gedaan met een oprichting. Het is zo heilig omdat ze geld willen voor Arco? Nee. Dat denk ik niet. Arco blijft natuurlijk ook nog altijd een spook boven die regering. Dat geef ik toe. Maar dat is niet de koppeling die ze gemaakt hebben. Het is wel degelijk aan die vermogenswinstbelasting dat ze die koppeling gemaakt hebben. Met een voorstel van oh god, 80 miljoen. Klinkt zeer veel, maar is eigenlijk zeer beperkt. En waarvan dat we overtuigd zijn dat dat een negatief effect gaat hebben. Dat... In ons debat, of in onze maatschappij, de heet hangijzer, wordt eigenlijk beheerst door de vreemdelingen. Gisteravond nog een aanslag weer in Sint-Petersburg. Ja, die mensen komen hier binnen. Artsen zonder grenzen heeft ze daaruit zeegevist een tijdje. Als we bij wijze van spreken zelfs niet genoeg werk hebben voor onze mensen, de mensen die hier al zijn, die hier gevormd zijn, geschoold zijn, kunnen wij zo'n toevloed aan vluchtelingen verwerken? Ja, eerst en vooral die redenering van we hebben maar zoveel werk, dus er kunnen geen mensen bij, die klopt niet. Dat is een dogma van de vakbonden uit de jaren 80 en 90, en ze hebben er al gigantische fouten mee gemaakt, maar dat klopt niet. Allee, dat is allemaal economische theorie die ik u kan meegeven, maar een hoge werkzaamheidsgraad betekent, gaat samen met een lage werkloosheid. Allee, hoe moet ik... Werk creëert werk. Dat is het mooiste voorbeeld. Hoe meer mensen je aan het werk krijgt, hoe meer werk dat er gecreëerd wordt. Dus eigenlijk hoe meer mensen dat er gaan werken, hoe meer dat er kunnen bijkomen. Dus die redenering, vroeger dacht men, laat ons die mensen op pensioen sturen, want dan komt er werk bij voor anderen. Maar dat klopt niet, want dan bouwt je systeem af en gaat dat verloren. Dat is de miserie waar we al uitkomen. Dus dat klopt niet. Wat natuurlijk wel klopt, is het feit dat je als maatschappij, als je het over vluchtelingen, migranten hebt, dat je maar een bepaald aantal aan kan. En dat heeft met verschillende zaken te maken. Eerst en vooral qua werk moet je zorgen dat die mensen allemaal de taal leren. Dat die ook de nodige skills krijgen. En we hebben ondertussen, toen dat de mensen nog in dat park, ik ben de naam kwijt, het park in Brussel, waar ze een tijdje vrijwillig trouwens geslapen hebben, maar het maakt niet uit, ging Unizo daarvoor vluchtelingen ondernemer te maken en dergelijke meer. Mirjam Almaci zei toen dat dat de best opgeleide mensen waren die uit Syrië kwamen. Ondertussen hebben we door, dat is niet waar. En ik zeg dat niet om die mensen te beledigen of wat dan ook. Dat is met alle respect voor die mensen. Maar dat is niet waar. We hebben daar officiële cijfers van die zeer duidelijk aangeven dat die opleidingsgraad eerder laag dan hoog ligt. Moet je niet verhinderen dat ze hier geraken? Ja. Allee, met andere woorden, moet je niet je grenzen sluiten, zorgen voor veilige opvang in veilige landen, want die mensen komen 4000 kilometer gaan trekken door heel veel veilige landen om hier te komen genieten van onze eindeloze werkloze steun, kindergeld, noemen we het op, sociaal. Ja, wij hebben als voor onze grenzen niet sluiten. Als je heel die discussie een keer gaat downsizen tot de grote vraagstukken, zijn er twee vraagstukken die je moet stellen. Dat is eerst en vooral, hoe zorgen wij dat onze eigen maatschappij daar overeind blijft, hè, dat we die kunnen bewaren? Ik heb dat gezegd, hè, je absorptie is maar, je kunt maar zoveel nieuwkomers aan, dus hoe zorg je dat je die maatschappij overeind krijgt? En de tweede vraag die je moet stellen, is hoe kunnen we die mensen die op de vlucht zijn ook helpen? Want ik ben echt niet de man die zegt van ze zouden beter daar blijven, of dat is natuurlijk wel de betere optie, maar ik ben niet degene die zou zeggen dat ik ze niet wil helpen. Ik vind dat wij ook een internationale verantwoordelijkheid hebben om die mensen te helpen. Maar kun je ook de hoe kunnen we, inderdaad, hoe kunnen we die twee het best combineren? Dat is door ze daar ter plaatse te gaan helpen, te zorgen dat we ze daar ter plaatse zo dicht mogelijk bij hun thuisland de nodige opvang kunnen voorzien. En voor mijn part mag dat direct ook onderwijs worden. Ik ben zelfs bereid, dat we doen dat nu ook als Europa, om daar geld aan te geven. Hè? Dat we daar een propere woonst en onderwijs en dergelijke meer. Want die kinderen laten opgroeien in armoede en zonder onderwijs is alleen maar miserie kweken voor over 10, 15 jaar. Hè? Dat is evengoed de miserie, maar verleggen naar later. Dus we moeten zorgen dat we daar nu iets aan doen. Ja, ze gaan het, ze hebben minder. En dat doen we dan nu ook. Dat doen we nu ook om te zorgen dat die zoveel mogelijk. Maar we hebben daar natuurlijk één groot probleem. Ik heb daar twee weken geleden, maandag, nog over gepraat op partijbestuur met Theo. Die een deal met Erdogan, met Turkije. Wij hangen met handen en voeten gebonden aan Erdogan. Maar wij zouden natuurlijk willen dat we die in Erdogan niet nodig hadden. Want ondertussen is duidelijk gebleken dat dat een grove dictator is. Sommigen zeggen dat hij nog aan het evolueren is naar een dictatuur. Volgens mij is hij er al, maar goed. Dus wij willen daar los van komen. Maar het grote probleem is, hoe gaan we nu onze eigen grenzen gaan beveiligen?
Dus enerzijds heb je een deal met Erdogan en dat werkt ook, maar we hebben ook langs Libië en dergelijke meer, richting Italië, Lampedusa en zo, daar komen ze nog altijd toe. Hoe zou je dat kunnen doen? Wel, hoe gebeurde dat tot in 2011, is niet zo lang geleden, 2011, deed men pushbacks. En dat is natuurlijk een zeer lelijk woord, want dat klinkt alsof we tegen die bootjes gaan duwen om die terug naar de kust te duwen. Dat was het niet, hè, voor alle duidelijkheid. Maar wat deed men? Want dat bestond toen ook al, dus geen fenomeen van de laatste jaren, die overzetbootjes. Maar wat deed men? We haalden die uit het water. Je geeft die mensen iets om te eten. Je geeft die mensen eventueel nodige gezondheidszorg als dat nodig is. Je zorgt dat die zich een keer kunnen wassen. Maar dan voert je ze wel terug naar de kust van waar ze vertrokken zijn. En dat mag niet meer voor het Hof van Justitie. Ik heb hier een vraag aan mijn rechterzijde. Krijgen wij nog een toekomst voor de jeugd? Ik denk dat wij daar net hard aan het werken zijn. Er waren hier een paar zaken in dit land die totaal verkeerd liepen. En dat is dat... krijg jij zakgeld? Ja. Niet genoeg waarschijnlijk. En hoeveel is dat? Hoeveel krijg jij per week of maand? Of? Bij mijn mama krijg ik elke zondag normaal 5 euro. Ja. En wat gebeurt er als je per week krijgt je 5 euro, maar je geeft per week 6 euro uit? Kan dat? Ja. Daar heb je het. Dat is wat de overheid doet, Eva. Dus dan krijg jij, wat ga je doen? Je gaat eigenlijk schulden opbouwen. Je gaat eigenlijk zorgen dat per week komt er een euro bij die jij niet hebt, maar je hebt er wel snoep voor gekregen. Of weet ik veel wat je mee koopt. En dat is wat de overheid in dit land zeer lang gedaan heeft. En dat is dat zij meer uitgegeven hebben dan dat ze het binnenkrijgen. En daardoor hebben we een gigantische staatsschuld die boven de 420 miljard of zoiets zit, maar het maakt niet uit. Hoeveel? 453. En je hebt ook die NF waar dat zo staat op te tellen, zo. Constant loopt dat op. Maar wat gebeurt er dan uiteindelijk? Maar iemand moet vroeg of laat die schulden betalen. En uw generatie, en ik maak er ook nog deel van uit, en nog verschillende mensen hier, zijn volgens mij de squeeze-generatie. En wat is dat? De squeeze-generatie, dat betekent dat wij onszelf van alles en nog moeten ontzeggen. Wij hebben bijvoorbeeld, we gaan langer moeten werken voor die pensioenen. We gaan iets moeten doen aan die werkloosheidsuitkeringen. Onbeperkt in de tijd gaan we niet meer kunnen houden. We hebben moeten besparen op heel wat zaken, loopbaan uit, onderbreken, weet ik veel wat allemaal wat we al bespaard hebben. Dat enerzijds, dus we hebben onszelf dingen moeten ontzeggen, onze generatie, en tegelijkertijd moeten wij die schulden van het verleden afbetalen. Dus wij zitten daartussen, jij en ik. Wij moeten daar schulden van het verleden betalen en nog een keer gaan zorgen dat daar grondgracht terug goed wordt voor de toekomst voor u. En dan een tweede zaak, hoe zit dat met die 4e september? Met die Ramadan, met dat... Dus het onderwijs krijgt 4 extra dagen verlof, bij manier van spreken. Want ze gaan maar op 4 september starten. Niet de plaatsje kunnen. Gaan ze dat toelaten? Waar gaan we naartoe? Voor dat onderwijs, eerst en vooral, men heeft dat gevraagd om dat te veralgemenen en daar is het niet op ingegaan. Hè. Men gaat dat niet doen. Het enige wat dat er wel is, en dat is decretaal bepaald, dat is dat scholen daar een vrijheid hebben. Scholen kunnen zelf bepaalde dagen kiezen. En zij kunnen dan, dat zijn geen ze zijn lang in de krant geschreven dat dat pedagogische studiedagen zijn, maar dat is niet waar. Ja, het zijn inderdaad facultatieve verlofdagen. En dan zouden ze dat kunnen doen. Nu kunnen ze zeggen, je moet dat verbieden. Dat is natuurlijk al moeilijk, want ze kunnen het nu al. Autonomie van de scholen, dat is iets gevoelig, dat ze ook niet graag hebben, dat je aanraakt. En voor sommige scholen, als ik u zeg dat ik graag zou hebben dat die mensen hier volwaardig deel uitmaken van mijn maatschappij en dat ze effectief dus in het onderwijs ons verhaal te horen krijgen, onze waarden en normen meekrijgen, ons Nederlands, onze taal meekrijgen, ja, dan moeten ze natuurlijk ook aanwezig zijn op school. En als je dan een paar scholen hebt in Antwerpen en Gent die nagenoeg leeglopen omwille van die Ramadan, wat ik te betreuren vind, wat ik schandalig vind en wat je kunt van vinden, wat je wilt. Maar als die school dan zegt van, wij willen er allemaal Vlamingsjes van maken, wij willen die allemaal meenemen, opnemen in onze maatschappij, ja, en we gaan dan op 1 september beginnen met de lessen, maar je merkt dan de 4e, de maandag zijn ze al niet meer mee, en je moet eigenlijk heel hun uitleg er beginnen, zijn we dan niet beter van een dag over te slaan. Dat is een afweging, ik ga er niet mee akkoord, hè. Maar daar is natuurlijk de noodzaak en het feit van, ja, als 80% van je school er niet is, kom gewoon niet opdagen. En trouwens, dat is ook, ik heb dat, want we hebben een goede onderwijsspecialist bij ons, ik heb dat ook nagevraagd. Blijkbaar is het zo dat je voor die eerste 15 dagen niet onwettig afwezig kan zijn in een school. En dat heeft iets te maken, het zijn hier mensen, leerkrachten die dat beter weten dan ik, maar dat heeft te maken met het feit dat in het begin van het schooljaar is er nog verloop en is er nog allemaal niet zeker waar dat men ingeschreven is. Dus je kunt ze ook niet op spijbelgedrag pakken, want anders zouden ze op spijbelen kunnen pakken. Ik blijf bij het vreemdelingenprobleem.
Ik woon naast een persoon van 35 jaar. Die is Turk en Belg. Ja. En hij stapt voor Erdogan. Voilà. Wat kunnen wij eraan doen? Maar wij kunnen alleen de Belgische nationaliteit afpakken. En daar zit het natuurlijk met een groot probleem, je kunt die regel niet zomaar invoeren. Waarom? Omdat je dan zeer veel mensen die hier wonen, werken en zich dikwijls ook volledig ingepast hebben in ons systeem, ook een nationaliteit gaat afgeven. Wij hebben zeer lang geprobeerd, en er zijn zo, weer cijfers, moet er mee opletten, maar ik denk 20, 25 landen ter wereld die zeggen, zoals Turkije zegt, eens Turk, altijd Turk. En je kunt je nationaliteit niet kwijtraken. Je kunt die niet lossen. Zoal is nog Turk, zij heeft de Turkse nationaliteit. Hè? Ja, maar ze is wel Koerdisch. Want zeker, ja, inderdaad. Ze Koerdisch, nee, ze heeft de Turkse nationaliteit. Ja, ja, Koerdisch, maar in Turkije is dat een vervolgde minderheid. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ik weet het. Ik ben nog naar Kurdistan in Irak geweest, trouwens, in Erbil. Ik ben nog geweest voor de aanval op Halabja, in elk geval, we kunnen daar dus niks aan doen. Maar, waarom? Omdat Turkije zegt, wij beslissen dat die Turk zijn. Ja. Zelfs al zegt hij een Turk van hier Erdogan, ik wil het niet meer, kuist op, dan nog zegt Turkije, hij blijft Turk. Hij zou voor Gulen kunnen stemmen. Die komt niet op, hè. Nee, ik weet het, maar het zou een tegenstand kunnen zijn. Ja. Maar we kunnen wel, om even bij te blijven eigenlijk, we kunnen toch ook aan het woordgebruik iets doen. Hè? We kunnen ook aan het woordgebruik iets doen, bijvoorbeeld, objectieve media, we zouden toch kunnen zeggen, die mensen die naar Syrië gaan, dat zijn geen Syrië-strijders, hè, want dat is een soort Syrië-strijders alsof dat dan een soort helden zijn. Nee, dat zijn oorlogsmisdadigers, dat zijn terroristen. Waarom zou er bijvoorbeeld geen directieven kunnen komen om toch een man en paard te noemen? Hè? Een stoel is een stoel, je kunt daar geen bankstel van maken. Nee, een terrorist is geen Syrië-strijder, het is geen vrijheidsstrijder. Klopt, maar voor alle duidelijkheid, als dat mensen die naar daar gaan en terugkomen worden opgevolgd en opgepakt, dus als er bewijzen zijn van misdaad en zo, maar dan moet je natuurlijk naar Koen Geens kijken om daar strenger op toe te zien dat die effectief ook veroordeeld worden, maar dat is zeer moeilijk, hè. Daar heb je een justitiesysteem dat natuurlijk ook bewijzen wilt zien. Maar had jij maar een keer bewijzen uit Syrië of dat ze effectief misdaden begaan hebben. Dat ten eerste. Ten tweede, wij hebben er wel naar gezocht het strijden voor vreemde mogendheden is al verboden. Hè. Er is zoiets als een huurlingenwet. Een huurlingenwet die zegt dat jij niet zomaar als Belg voor een vreemde mogendheid mocht gaan strijden. Nu, daar zijn heel wat uitzonderingen op gemaakt. Hè. Bijvoorbeeld, Joden gaan ook naar Israël voor een legeropleiding. Hè. Ik heb trouwens een neef, Arne, die is geboren in de Verenigde Staten. Op een bepaald moment heeft hij de vraag gekregen van, wilt jij, daar krijg je de keuze, hè? Wilt jij Amerikaan blijven of wilt jij, of staat je die nationaliteit af? Waarom moeten wij eigenlijk in Syrië gaan vechten met onze F-16's? Wat we komen dan in Jordanië. Deze F-16's staan in Jordanië. We vertrekken vanuit Jordanië, we doen bombardementen in Irak, maar ook nu blijkbaar is daar ook discussie of dat we in Syrië ook al dan niet gaan. Hè. Waarom? Omdat wij absoluut niet willen dat dat IS een echt land wordt. Hè. Dat islamitische kalifaat, hadden nu al een eigen muntsysteem, het leger hadden die natuurlijk ook al, maar dat hadden een eigen economie, olieuitvoer. Denk ik goed na, wie kocht die in olie? Erdogan, hè? Ja, inderdaad, zijn eigen zoon is dan nog in opspraak gekomen. Dus die hadden een eigen economie, die waren een eigen land aan het opbouwen. En als je dat krijgt, zo'n land, dat regime, dat ook nog een keer een grondgebied heeft, ja, dan heb je een gigantisch probleem. En dat hebben wij willen tegengaan. Allee, dat is de reden waarom we dat daar bombarderen. Wat is het standpunt van de N-VA tegenover de cumul van politieke mandaten die men kan uitoefenen? Ja. Dus burgemeesters van grote steden en zo, of schepen en zo. En dan zijn ze ook nog parlementair en zo verder. Wat is het standpunt van u of van de NBA erover? We hebben daar de laatste tijd redelijk wel over gepraat. Omdat dat iets is van iedereen hier vindt, ik kan me dat voorstellen, dat je zegt van die combinatie, dat gaat niet, je kunt dat niet doen. En dat is alleen maar bedoeld om uw geld altijd maar op een hoop te leggen. Maar eerst en vooral, uw geld wordt afgerond. De wever krijgt geen volledig, ik denk zijn stad, zijn burgemeestersloon krijgt hij niet volledig. Waarom? Omdat je maximum 150% van je parlementaire wedden kunt krijgen. Dus ik denk dat de wever in Antwerpen misschien nog maar 30% krijgt of zo van zijn burgemeestersloon. Ik denk dat dat ongeveer komt op wat dat John Crombie, dat bedrag ongeveer is. Dus eerst en vooral, je geld op een hoop leggen, dat gaat dan niet, want dat is afgerond.
Ten tweede kun je natuurlijk wel de vraag stellen of dat het, of dat je nog wel tijd hebt om je werk deftig te doen. Hè? Ah, wel. Maar nu ga ik u mijn ervaring geven uit het parlement. Ik kan me goed voorstellen dat er anderen daar anders naar kijken. Hè? Maar als ik kijk naar een goed parlementslid, of naar iemand die cumuleert en iemand die niet cumuleert, dan is dat echt niet hetzelfde als een goed parlementslid en een slecht parlementslid. En ik ga u een voorbeeld geven, het lastige dat er een voorbeeld is van een andere partij dat ik moet geven, maar de eerlijkheid gebiedt mij dat. Je hebt bijvoorbeeld Bart Somers, is fractieleider, niet zomaar parlementair, maar fractieleider, ik kan u verzekeren dat dat pakwerk is, en wordt nu verkozen als beste burgemeester in Mechelen. Die cumuleert dat wel. Dus lijkt het mij toch te doen. Ik zie zeer veel burgemeesters bij ons, in mijn eigen partij ook, alhoewel bij ons het Frans parlement zit er niet zoveel. In het federaal, onze federale fractie zit er meer. Maar dan zie ik die burgemeesters die dat soms beter doen dan een parlementair die niet cumuleert. Ook niet met een privéjob trouwens. Hè. Dus het criterium van al dat niet cumuleren is volgens mij geen... sowieso is geen zekerheid voor het feit dat je een goede of een slechte parlementair hebt. Dat denk ik absoluut niet. Dat ten eerste. Ten tweede, ik denk dat het ook een meerwaarde kan zijn. Hè. Ik zie zeer veel mensen, burgemeesterschepen of wat dan ook, die dat perfect op elkaar kunnen laten aansluiten. Hè. Zij hebben bepaalde bevoegdheden in hun gemeente die ze ook kunnen vertalen in het parlement. En dan is dat een meerwaarde. Ze weten waarover dat ze spreken, ze hebben dossierkennis, ze zijn met heel die dingen constant bezig. En dan ten derde, pak nu een De Wever bijvoorbeeld. Die doet inderdaad in het federaal parlement niks, maar die is er wel aan bezig. En als er iemand is die vindt dat een De Wever niet weegt op het publiek debat, dan zijn ze een idioot. In elk geval, Matthias, hartelijk dank voor uw komst naar ons kleine buurt. Je ziet dat we hier eigenlijk tijdloos zijn en in deze ruimte, op deze locatie. Het was ook een tijdloze voordracht. We kunnen dan nog uren rekken aan de toer. Bedankt voor uw komst, het was zeer interessant. Ik wil u graag een applaus geven van de zaal. Als ik juist ook nog iets mag zeggen, ik vind het heel gezellig en heel plezant om op die manier te praten eigenlijk. Dat is een heel goede formule. Het is de eerste keer dat ik dat op die manier ken, maar... Dank u. Wij passen van het informele... Alle waardering. Dicht bij de mens. Natuurlijk, ik ga natuurlijk niet gaan. Uw punten moeten een beetje wachten. Want ik heb natuurlijk nog een aankondiging. Hè. Ons programma voor mij is Dirk van der Maal die gaat komen. En zijn stokpaardje. Hè. Het is eigenlijk meer een vliegtuig. Het zijn die F-16. En dan onze... momenteel en tijdelijke, nog altijd top of the bill, is dan een vicepremier Chris Peeters in juni, 19 juni. En in het najaar zou dan ook september, oktober, november, we gaan verder doen, dan gaan andere partijen aan het woord komen. We zijn weer al contact aan het leggen met Open VLD, die toegezegd had, Alexander, maar het is dan niet kunnen doorgaan. Dus Open VLD, najaar, ook groen. En heel belangrijk, wil ik toch even meegeven, het kadert ook in het bestek van vanavond. Een burgerlijk ingenieur die ons gaat verblijden met zijn inzichten rond thorium, een nieuwe nucleaire brandstof, waarmee dat we waarschijnlijk misschien energie onafhankelijk zouden kunnen worden en dus geen olie meer zouden moeten kopen van Arabië. Dus wij houden u op de hoogte van onze volgende activiteit. En nu gaan we een goed punt doen. Dank u.